zal in het jaar 2030 de beste tennister zijn van de hele wereld. In haar grote tuin met bos liggen dan ook sportvelden met daarnaast zelfs een fitnesszaaltje. Ze zal wonen in een chocohuis vol snoepjes met een butler die haar bedient. Eigenlijk wil ze het liefst van al een snoepjeswereld maken. In plaats van op wereldreis te vertrekken, maakt zij een planetenreis. Een applaus voor ons Caroline. Schema. Deze moderne meid zal dan in Cannes wonen, in een mooie villa met een Olympisch zwembad. Ze zal werken in een laboratorium en haar tweede job is advocaat. Met haar knappe man zal ze een wereldreis maken. In de Alpen koopt ze een groot hotel waar alle vrienden en familie gratis mogen logeren. Ze zal zeker en vast goed zorgen voor haar broertje. En Murphy. Deze jongen zal in 2030 heel groot zijn. 1,90 meter. En hij is dus natuurlijk een professionele basketbalspeler. In Amerika. Spijtig genoeg zal hij niet zoveel tijd hebben voor zijn vrouw en kinderen, aangezien hij veel matchen moet spelen. Maar mama en papa, ik mocht dat eigenlijk niet zeggen. Ja. Hij heeft dat 3 à 4 keer gevraagd van zeg dat alstublieft niet, maar toch zal het zo zijn. Hij zal zijn vrienden uitnodigen en die krijgen VIP-plaatsen. Hij zal veel feesten en daarbij bekende sterren uitnodigen. Een applaus voor Murphy. Jonathan, sta maar recht, jongen. Deze rijke advocaat woont in Barcelona in een grote villa met zijn vrouw en 2 kinderen, Jordan en Lola. Om te ontspannen na een drukke werkdag zal hij een bubbelbad nemen. In zijn gigantische tuin maakt hij een doolhof en daar lopen 30 waakhonden om dieren te voorkomen. Zijn huisdier is een kangoeroe. Vanuit het verre Spanje zal hij dagelijks zijn moeder bellen. Dat is lief, hè? Een applausje. Deborah. Deze dame zal in een villa aan zee wonen. In haar vrije tijd zal ze veel tennissen en paardrijden met haar 2 kinderen Emma en Laura. Deze kinderen hebben een kamer met elk een laptop. Als kinesist zal ze werken in haar eigen villa in een kamer vol spiegels. Elke vakantie gaat ze naar een warm land. Een applausje. Anthony. Deze profvoetballer zal spelen bij Manchester United. Hij zal wonen in Italië, in Sicilië, met zijn 2 kinderen, 1 jongen en 1 meisje. En een heel mooie vrouw, zoals elke profvoetballer, denk ik. Naast zijn villa woont zijn vader en zijn moeder. Een applaus graag. Cathy. Cathy zal 5 kinderen hebben. 3 jongens en 2 meisjes. En ze zal rijk geworden zijn door haar muzikale carrière. Ze woont dan ook in Hollywood, waar ze lekker veel kan zonnen. Haar rijke man zal architect zijn. Ah ja, en ze zal ook nog slank zijn. Nesrin. Allee, kom maar, Nesrin. Nesrin zal een beroemde modeontwerpster en kapster zijn. Aangezien ze dan rijk zal zijn, brengt ze haar kinderen met de limousine naar school. In haar supergrote villa zal een discokamer zijn voor een party voor de kinderen. Ze zal ook de manager zijn van Cathy, van daarjuist. Hè. Cathy, de beroemde zangeres. Een applausje voor Nesrin.
Ja, zal ze dan ook nog zo verlegen zijn? Ivan. Deze dierenvriend zal in een huis naast zijn boerderij wonen. Zijn prachtige vrouw zal hem elke dag helpen met het werk op het veld. Hij zal elke dag na het lekkere eten een middagdutje doen. Hij rijdt rond in een zwarte Audi R8 met dieselmotor. Daarmee brengt hij Jérôme, Cindy en Glenn naar school. Een applaus. Sarah. Deze dame woont ook in Amerika en werkt er als kinderarts. Ze zal de coole mama zijn van 4 kinderen waar ze heel veel zal moeten voor koken. Ze zal ook nog veel contact hebben met haar vrienden en ze zal lekker veel kleren kopen. Lisa. Lisa zal ook modeontwerpster zijn en haar man zal werken in een kantoor. Ze zal gaan shoppen terwijl haar man aan bodybuilding doet. Haar kinderen, 4 in totaal, krijgen allemaal een gsm als ze dat willen. Ze woont ook in een villa met zwembad en een mooie fontein in de voortuin. En Laura dan nog. Laura zal als gespecialiseerd kinderarts of huisarts in Oostenrijk haar beroep uitoefenen. Ze zal in Salzburg veel wintersporten beoefenen en historische plaatsen bezichtigen, maar ook reizen naar haar geboorteland. Met haar gezin gaat ze naar de wellness, neemt ze een duikje in het zwembad, ontdekt ze culturele bezienswaardigheden en bezoekt ze regelmatig een sterrenrestaurant. Ja, beste ouders, na deze dromen zijn we toe aan de realiteit van de avond. Vanavond krijgen deze 13 jongens en meisjes hun getuigschrift, of anders gezegd hun diploma van de lagere school. Ze hebben er 6 of sommige 7 jaar hard moeten voor werken, maar ze hebben het zeker verdiend. Ja, dan vraag ik aan meester Thierry om eventjes te helpen. En juf Evelien mag ook eventjes komen. Voor. En dan mag je hier bij meester Thierry het diploma in ontvangst nemen. En bij juf Evelien krijg je ook nog een kaartje. Daar zit ook nog een blad met alle adressen, gsm-nummers en e-mailadressen van je klasgenoten. Wow. En een klein cadeautje, dat is een boek voor tijdens de vakantie van de school. Oké. De eerste die mag rechts staan is Sera. Zera. Ze kan het goed uitleggen en bekijkt je met haar grote, mooie ogen. Kom maar, Zera. Caroline. Een echte levensgenieter. Grapjes maken en gekke bekken trekken. Schema. Een lieve, behulpzame dame die erg modebewust is.